zit je allemaal moeilijk te doen. Maar ja, ambtelijke molens, die werken zo. Moeilijk doen, daar houdt de ombudsman Rotterdam-Rijnmond ook niet zo van. Aanpakken en oplossen waar mogelijk. Voor de Rotterdammert door weer en wind. Toch, Derja? Op een stormachtige dag is de ombudsman dus op de markt in West om Rotterdammers te spreken over de Meld Air-app van Stadsbeheer. Bent u bekend met de Meld Air-app? Weet u wat dat is? Nee, weet ik niet. Als u even uitlegt, dan misschien ik dan. Zeker, de gemeente Rotterdam heeft een app. Ja? Waarbij u dus een melding kunt doen over uw eigen wijk. Okay. Dat kan zijn over vuilniszakken die niet worden opgehaald. Dat kan zijn over onkruid. Dat kan zijn over overlast die. De ombudsman doet namelijk onderzoek naar de Meld Air app. Na meerdere signalen te hebben gekregen over het functioneren ervan. Wat er misgaat met de app is dat inwoners een melding doen, hè, over de buitenruimte. Maar toch niet een terugkoppeling krijgen met wat er met de melding is gebeurd. En er zijn ook inwoners die eigenlijk niet bekend zijn met de app zelf. Of bekend zijn met de website van de gemeente Rotterdam. Waar je een melding kan doen over je leefomgeving buitenruimte. Zeg, ken jij de Meld Air app? De Meld Air app? De Meld Air app? En zo gaat het in zijn werking met de Meld Air app. Even kijken wat er te melden valt hoor. Ach, nou ja, hier, kijk. Een scheve paal. Hier doe ik zelf even een melding. Het zijn wel mijn handen, hè? Ik wil verder trouwens anoniem blijven. Al die fans en zo. Ta-ta-ta-ta-ta-da. Daar zijn ze hoor, het team van Meld Air. We hebben een melding gekregen dat er een paal omver is gereden. Nou, we gaan even die paal rechtzetten. En dan gaan we het gat weer dichtgooien. Zodat hij weer stevig staat. En dan is het voor ons alweer afgehandeld. Nou, dan kan ik hier een foto plaatsen die ik net gemaakt heb. De melder krijgt hier een bericht. En dat is dan hier wat wij, daar kunnen wij nog wat bijschrijven. Ik ga er nou bijschrijven dat we de paal weer rechtgezet hebben. Zoals Mike dat hier doet, zo willen de gebruikers van Meld Air dat graag zien. Met een berichtje of update na het afhandelen van het probleem. Maar dat gebeurt over het algemeen nog niet elke keer. Dat zit hem vooral in het feit dat de medewerker op straat ervoor zorgt dat de melding opgelost wordt. Dus die is heel erg gefocust op het oplossen van het probleem. En het hebben van klantcontact, dat kan er soms bij inschieten. Nou, Meld Air is nu 3 jaar geleden gelanceerd. Hij staat live. De kinderziektes zijn uit de app. En wat we nu willen oppakken en mee aan de slag gaan, is ervoor zorgen hoe kunnen we het serviceaspect van het behandelen van een melding verder verbeteren. We gaan dus nu weer aan de slag met bewoners om gezamenlijk erachter te komen wat zij van ons nodig hebben als het gaat om het stukje service en het hebben van klantcontact. Team Ombudsman gaat ook verder met hun onderzoek naar de Meld Air app en koppelt de resultaten dan weer terug aan Stadsbeheer. Ik ruik koeienmest. Daar moet Boer Piet wel zijn, ja? Niet Piet van het ene programma trouwens, hè? Nee, deze Piet. Deze Piet dacht deels een oplossing te bieden voor de woningnood en tegelijk een zakcentje te verdienen als aanvulling op zijn lang verwachte pensioen. En dan had ik aangeboden om onder derde bouwrecht aan geld te komen. Daar 2 of 3 timehouses. Of die stalen schuur. 3. Ja, tiny houses. Ja, tiny houses. Dat maakt dat niet uit. Je begrip het toch. En dan van deze loods of 3 huisjes te maken. Ja. Ja? Ja, nou ja. Piet had dus ook nog bedacht om een stuk land te verkopen aan het aangrenzende tuincentrum. En begon ook maar gelijk met de bouw van zijn eigen zorgwoning op het erf. Toch dacht de gemeente er net iets minder makkelijk over. Piet dacht, het is mijn grond, ik doe ermee wat ik wil. Maar daar dacht de gemeente toch ook iets anders over, want die hebben ook regels. En niet alleen de gemeente, maar ook de provincie. En die regels gingen vooral over het bestemmingsplan van het land. Piet die voelde zich niet gehoord door de gemeente, ondanks al zijn goede bedoelingen. En toen heb ik een stukje in de krant gelezen van de ombudsvrouw. Ja. Toen heb ik daar aan de bel getrokken, ik ben er 2 keer geweest. En die heb er achteraan gezeten. We hebben zo meteen een afspraak waarbij ook de gemeente aan tafel wil opnieuw. Dus wij zijn benieuwd wat daar zo meteen uit gaat komen. We zijn hier op bezoek bij boer Piet en zijn zus Connie. Met wethouder Igor Baal en de ondersteuning vanuit de gemeente. Sharon,
Ontzettend, ja, ontzettend fijn dat we hier in ieder geval in deze keuken kunnen vaststellen dat jullie oorspronkelijke klacht, de gemeente luistert niet naar ons, neemt ons niet serieus, dat we daar op dit moment van kunnen zeggen, dat is voldoende op orde. Er blijft nog steeds een hele ingewikkelde situatie voor jullie liggen, waar wij ons in ieder geval allemaal persoonlijk hard voor maken en jullie steun wensen dat dat goed gaat komen. Maar de gemeente heeft op dit moment het been bijgetrokken en alles ligt klaar voor een goede toekomst. Piet mag in ieder geval verder met de bouw van zijn eigen zorgwoning. Over de verkoop van de grond aan het tuincentrum en de tiny houses, wordt nog gesproken. Blijven lachen, Piet. Waar er inmiddels ook weer gelachen kan worden, is aan de Hoordijk. Toch, Eddy? Ja, dat klopt. De rioolwerkzaamheden aan de Hunia-dijk en de opgezette verkeersomleiding konden automobilisten er niet van weerhouden een kortere route over de Hoordijk te kiezen. Tot ergernis van de bewoners, zo vertelde Eddy in de vorige aflevering. Aan deze plek wat eigenlijk aan de straat gelegen is, kan ik eigenlijk niet geconcentreerd werken door het constante geraas van het verkeer wat voorbij komt. Als ik nu op straat loop, moet ik constant achterom kijken, komt er weer eentje aan. Maar projectmanager Esther had al snel een oplossing met een deadline. Dus we hebben gekeken van oké, kunnen we op dat moment inderdaad de Hoordijk, zou die eventueel wel afgesloten kunnen worden? Zijn we nu mee bezig om te kijken of dat mogelijk is. En als we dat gaan doen, zou dat vanaf week 47 zijn. Afspraak is afspraak, dus keren we terug naar de inmiddels afgesloten Hoordijk. Ja, we zijn op de weer oude nieuwe Hoordijk. De oude nieuwe Hoordijk. Is dit, ja. Dit is eigenlijk zoals het, ja, zoals het was, zoals we het kennen. Exact getal heb ik niet, maar als je kijkt, we telden ruim 1000 auto's per dag. En dat is, ik denk verminderd tot misschien wel 100, misschien een kleine 200 misschien maximaal per dag. Veruit de meeste woners zijn echt super blij. Die zijn voornamelijk blij dat hun Hoordijk weer terug is, dat het weer rustig is op straat. Dat ze weer met kinderen op straat kunnen lopen, dat de huizen weer op straat kunnen lopen. Meestal echt super blij. Dit is alweer de laatste aflevering van Ombuds TV van dit jaar en ook van dit seizoen. Maar Ombudsman Rotterdam Rijnmond blijft natuurlijk in de bres springen voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. En dan is de vraag natuurlijk, waar moet de ombudsman zich in 2024 hard voor maken? We vragen het aan de mensen op straat. Zo is het stoppen met mensen voer te geven om te gaan discrimineren. Ik denk huisvestigingen. Mensen met financiële problemen, die dan daarbij geschillen krijgen. Dus, Kinderen misschien? Mensen die op straat leven? Marianne, wat denk je ervan? En wat wij ervan denken, is dat er hele goede suggesties zijn gedaan. Bestaanszekerheid, financiële positie van mensen op orde brengen, een overheid die ervoor er is, een loketten-jungle bestrijden. Daar gaan we natuurlijk allemaal mee aan de slag, ook in 2024. Stans Goudsmit, de kinderombudsvrouw, die gaat aan de slag met thuiszitters. En u kunt ons natuurlijk altijd bellen of mailen. Dan reageren wij zo snel mogelijk op uw signalen. Maar voor nu, een hele fijne en liefdevolle kerst gewenst. Waarin we vooral op elkaar moeten letten, lief en zorgzaam zijn. Want er gebeurt al zoveel in de wereld. In 2024 zijn wij dan bij u terug. En dat is natuurlijk weer een moment om het nieuwe jaar ook met elkaar te gaan vieren. En wil je nou meer weten over het werk van de ombudsman? Check het op openrotterdam.nl. Pak jij die printjes? Ik zie wel een beetje decolleté. Ja, maar hoe erg?